Wat is nou vrijheid? Op zoek naar antwoorden werden scholieren van basisscholen uit Almelo en Wierden meegenomen in een multimedia-spektakel in het Theaterhotel. Wat is vrijheid? Dat is mijn vraag. Wat is vrijheid? Ja, ik weet het antwoord wel hoor. Maar ik vraag het aan jullie. Zo makkelijk is die vraag niet te beantwoorden, toch? Maar deze mensen hier hebben er iets mee te maken. Al 75 jaar werken zij aan onze vrijheid. Vrijheid, dat is toch heel normaal, vanzelfsprekend. Maar het is niet zo normaal als we misschien denken. Nee, twee generaties geleden was er oorlog in Nederland. Vroeger hoorde je nog wel eens een omaatje zeggen: nou, in de oorlog, toen hadden we pas honger. Sorry, een beetje een rare oma. Maar wat ik bedoel is, dat hoor je nu bijna nooit meer. Wij zijn zo vrij dat we niet eens meer in de gaten hebben hoe vrij we zijn. Vrijland heette het concert, dat tot stand kwam op initiatief van de Koninklijke Landmacht en het Nationaal Comité Veteranendag. De regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, onder leiding van kapitein Luther Hoekstra, speelde de Sterren van de Hemel en Margo Verhoeven vertelde en zong over vrijheid. 10.000 van de film? Ik vond het heel leuk, interessant en ik vond het wel leuk wat ze allemaal vertelden en al de liedjes, want het ging eigenlijk over een stuk van 75 jaar vrijheid en dat vond ik eigenlijk best wel interessant om te horen. En wat vond jij ervan? Leuk en heel erg interessant, want omdat het van vroeger is en het is gewoon heel interessant. Ik vond het ook heel interessant en soms ook wel leuk dat er ook een liedje tussen kwam en zo. Wat is nou eigenlijk vrijheid? Dat je nergens aan vast zit. Want nu kunnen we heel veel doen en zo. Nu is er gewoon vrede in ons land, er is geen oorlog meer. En we hoeven niet meer te vechten voor andere mensen.